Stel je voor dat ik bij mijn nichtje iets zie waarvan ik denk van, hé, maar dat klopt niet. Ja. Wat moet ik dan doen? Want ik kan me voorstellen dat als ik al niet weet wat ik zou moeten doen, dan zullen heel veel andere mensen dat ook niet weten. Ja, en ja, je kunt, ik zou, ja, proberen erover te praten. Hè. Probeer te benoemen wat je ziet, te vragen ernaar. Met het kind. Ja, je zou ernaar kunnen vragen als je je zorgen maakt. Hè. Als je erover gaat praten, dan geef je in ieder geval het kind ook de gelegenheid om erover te vertellen wat ze wil. Hè. Misschien maak je daarmee de drempel wel wat lager om erover te gaan praten. En ja. Je kan met de ouder praten natuurlijk. Ja. Met je broer of zus, dat was je nichtje toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dus dat je in ieder geval bespreekt wat je opvalt en zonder oordeel. Dat is het mooist. Ja. En misschien komen ze dan wel met dingen waar jij niet aan hebt gedacht, maar dat je wel samen kan nadenken, wat is er nu nodig? Hè? Of wat zegt dit eigenlijk? En wees nieuwsgierig. Wees gewoon open en nieuwsgierig en wil gewoon luisteren. Heb niet meteen al in je hoofd, dit is een vorm van, maar gewoon, dit valt mij op.